mevrouw, meneer, goedemiddag. Aan wie zou u hier Schiedam de kerstgroeten willen doen? Ik zou de groeten willen doen aan de oppas, Inge. Ja, die heeft heel het jaar goed op de kinderen gepast. Dus dat vind ik absoluut een kerstgroet waard. Ja, zeker in deze barre tijden met van die slechte berichten. Welke over kinderopvang? Ja. Nou, baar geen probleem. Maar Inge is een toppertje. Nee, Inge is een topper, absoluut. Ja. Even terugblikken, 2010. Wat voor jaar was het? Een goed jaar wel, toch? Ja. Ja. Zou je weten, ik heb verder geen vreselijke dingen meegemaakt in 2010. Dus, ja. En de kerstdagen natuurlijk met die jongens rond de kerstboom? Ja, vorige week gehaald hè, de kerstboom. Wat heb je voor kerstboom thuis staan? Vertel eens. Een grote. Hoe ziet die eruit? Wat voor kleuren? Groen. En wat nog meer? Rood. En wat voor kleur nog meer? We hebben ook twee kleuren. Een groene en een zilveren. Een groene en een zilveren bal erin hangen? Gisteren was het kerstontbijt op school. Ja? Was het leuk? Wat heb je gisteren gegeten bij het kerstontbijt? Weet ik niet meer. Dat weet hij natuurlijk niet meer. Wat gaan jullie eten met de kerst? Ik heb nog geen idee. Nee? Balletje gehakt? Nee, het zal iets beter worden dan balletje gehakt. Ja. U keek de vrouw gelijk even hoopvol aan. Nee, ik zal het zelf moeten koken hoor. Dus... Je bent zelf te kok. Ik zal het zelf moeten koken, okay. Ja. Nou, ik wens u een heel fijne kerstdagen. Ja, hartstikke bedankt. Hetzelfde. Oké, okay, dag. Aan wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen? Paulus in... English? A little bit. Sorry. Have a good Christmas. Dank je wel. What is Christmas in Polish? The word? Yes. Sorry, is goed. Polish Christmas goed, in Nederland Christmas is goed. Oké, okay. Auf Wiedersehen. Dag. Aan wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen? Ik ken niemand in Schiedam. U komt niet uit Schiedam? Nee. Nou, laat ons ieder jaar verrassen. Bent u vanuit de buurt? Rotterdam. Okay. Waarom even winkelen in Schiedam? Zo'n tijd geleden was dat we hier geweest zijn. We dachten, we gaan eens even kijken. En? Wow. Zitten we nog in een zesje of... Nou, nee, eigenlijk niet. Wat valt u het meest tegen? De verpaupering. Hier in dit stukje straat, ja. Leegstand, rommelige, enge winkeltje. Wat was uw herinnering dan? Betere herinneringen? Wat was er toen anders? Ik denk de gezelligheid, ja. We zijn het enige woord in de wereld dat het woord gezellig kent. Wist u dat trouwens? Ja, dat is wel weer wat anders bij die Duitsers. Valt het u ook tegen? Nee, ik ken het hier helemaal niet. Dus nee. Ik niet. Maar dat is nog, u bent onbevangen. Hoe loopt u hier nou met plezier te winkelen of zeg je van nee, dat moet anders? Ja, ik denk dat het wat gezelliger kan. Ja, wat mist u vooral hier? Ja, winkels, bepaalde winkels. Ja, lekker. Exclusieve winkels. Ja, dames, heren, kleding. Ja, of... Misschien iets meer met kunst. En dan zie je iets met kunst en dan is het dicht. Ja, dat is teleurstellend. Er schijnt een kerstmarkt in het Schiettheater. U moet naar de foyer van theater, daar is het. Wij gaan zo meteen linksaf en dan gaan we het daar nog eens proberen. Ik wens u al het goede toe in Rotterdam. Ook met uw club, want er moet gestort worden. Heeft u dat tientje gestort? Nee. Nee? Liever naar Sparta dan? Dat zeer zeker, ja. Fijne kerstdag. Oké, jullie ook. Dit is voor de eerste prijs van de lichtjeswedstrijd van de BVSC in samenwerking met SOBO van de binnenstad van Schiedam. Mevrouw Stout, van harte gefeliciteerd. Dank u wel, meneer Van Gestel. Namens de BVSC. Dank u wel. Ik sta er heel bedankt. Zo, kijk eens, we zijn de foyer even ingevlucht van het theater om ook warm te worden. Naast mij zit een prijsvinnares, mevrouw Stout. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zulke mooie kerstversieringen in het huis gehad dat u een prijs heeft gewonnen. Ja, ongelooflijk, ja, hè? Beschrijf het eens, was het binnen of buitenshuis? Het is buiten, op de ramen. Oké, okay, vertel eens, wat er hangt er? Wat hangt er nou? Vallende sterren. En een, ik weet het af en toe. Dat lijken wij zelf wel. Ja, en een kerstboom en allemaal plakketjes. Nou, hartstikke leuk. Mijn kleindochter heeft opgeplakt, ja. Ja, nee, hartstikke leuk. Ja. We zijn bezig om opnames te maken voor de kerstgroet in Schiedam. Nou, we zitten nou toch even lekker warm. Aan wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen? Ach, voor mij iedereen. Ja, noem eens iemand in het bijzonder. De buren, Katie en naast mij allemaal. Ja, daar doe ik ook allemaal de groet aan dan. Okay.
Even over de kerst. Nou, de meeste mensen hebben een boom staan, u ook? Ja, natuurlijk. Ja, hoe ziet hij eruit? Mooi. Ja? Beschrijf hem eens. Gouden boom. Gouden boom. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb elk jaar een gouden boom. Okay. Ja, schitterend. En dan even de kerstdagen. Wat gaat u doen met de kerst? Ik krijg mijn kinderen op visite. Ik krijg mijn kinderen op visite? Ja, met de hele aanhang. Ja. Dus het wordt dagenlang in de keuken? Nou, nee hoor. We gaan met de tweede kerstdag. En de eerste kerstdag zijn we samen. En dan gaan we heerlijk aan de kalkoenbout. Heerlijk. Als u terugkijkt naar dit jaar, hè, wat was het voor jaar? Wat vond u ervan? Voor mezelf? Ja, bij mij is het een slecht jaar geweest qua gezondheid. Maar mag gauw voorbij gaan. Ik ga het volgend jaar wil ik gewoon gezond beginnen en ook weer gezond eindigen. Ik wens u fijne kerstdagen. Ja, ik u ook. Ik draai hem even om. Wat is er nog een mevrouw Stout? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we zitten nou toch naast elkaar. Wel een beetje grap, heel intiem. Mensen zullen wel denken, we kennen elkaar niet. Wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen? Wie zullen we de kerstgroeten doen? Iedereen? Iedereen. Iedereen? Ja. Nou, dat is lekker makkelijk. Ja, hè? Ja. Wat betekent de kerstdagen voor u? Drukte, gezelligheid? En rust. Is dat laatste belangrijk? Ja. Want? Ja, een hoop meegemaakt ook het laatste jaar. Dus dat heb wel een hoop met kerst wel rust. Zouden we dat eigenlijk meer moeten doen, momentjes van rust? Eigenlijk wel, ja. Maar waarom doen we het dan niet? Te druk, denk ik. Ja, wat is drukken? Ja. Hoe ziet de kerstboom er thuis uit? Mooi, hè? Hoe ziet hij eruit? Wat voor kleuren? Wat kleurtjes? Rood. Rood. Een mooie rode boom. Ja, hè? Hartstikke leuk. Oma heeft een gouden boom. Maar rood met bruin, hè? Rood met bruin. Ja. Als we terugkijken op dit jaar, hè, als u de cijfers aan moeten geven? Een 5. Ja, dat is onvoldoende, hè? Ja. Einde van dit jaar vuurwerk de lucht in en nooit meer terugdenken? Nooit meer terugdenken, nee. Alleen maar vooruit. Heel goed. Ja, zeker. Ik wens je daarom extra fijne feestdagen toe en een goed nieuwjaar. Jullie ook. Oké. Okay. Heer, goedemiddag. Het is glad buiten. Het is ontzettend glad buiten. Bent u al gegaan onderuit? Nee. Hoe komt dat? Omdat ik heel vast ter been ben. Ja, dat hadden wij al gezien. Daar gaan we straks over hebben. Wie zou u in Schiedam de groeten willen doen? De kerstgroeten. Nou, behalve mijn lieve vrouw en mijn lieve dochter. En mijn andere dochter woont niet in Schiedam. Ja, dat is toch ook lief? Ja, dat is hartstikke lief. Die komen volgende week allemaal. Dus, Maar de buren, misschien iemand uit uw werkkring? Mijn werkkring is in Den Haag. En ik... U doet ook nog andere activiteiten in Schiedam. U bent lid van een vereniging, geloof ik, of van een club? Van een gezelschapsspel, ja. Een van de 35. Vroeger had je een van de 8, maar nu een van de 35. Laat ik de voorzitter van die club de hartelijke groeten doen. En wie mag dat zijn? Dat is mevrouw Verve, dat weet u wel. Mevrouw Verve, aartsen, de burgemeester. Hartelijke groeten. Hier vanuit de Lange Kerkstraat, mooi weer, zonnetje, mooie stad. Waar zij goed haar best voor doet. Ja, jij bent tevreden? Ik ben heel erg tevreden over onze burgemeester. Wordt dit ook uitgezonden? Zeker wel. Oeh. Ja, met de kerstdagen, dus dat gaat ze zeker bekijken. Want ja, daar zit ze natuurlijk ook een beetje op te wachten. Kijk uit, ja, om ons heen vallen allerlei mensen haast te barsten. Kijk alsjeblieft uit. Er zou eigenlijk, ja, we hebben het over het strooien zou je bijna hebben. Ja, nou ja, ik kijk wel zorgelijk. Ja. U bent toch verantwoordelijk voor het strooibeleid, u? Nee, het college van BNW is daar verantwoordelijk voor. Ik denk dat wethouder Hekman in dit geval is. En ik had van hem in dit opzicht meer verwacht. Want ik ben daar nog steeds niet tevreden mee. De doorgaande wegen worden mooi droog gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar de winkelstraatjes hier, die hadden ook een beurt moeten krijgen. Dat is weer niet gebeurd. En dat vind ik niet goed. 2010 is bijna voorbij. Laten we eerst eventjes voor uzelf in het algemeen. Wat was het voor jaar? Voor mijzelf was het een heel druk jaar. Met leuke dingen, met wat minder leuke dingen. En politiek gezien was het voor D66. En dus ook voor mij was het een schitterend jaar. We hebben naar verhouding een geweldige verkiezingsoverwinning gehaald. En daar ben ik wel elke dag blij mee. Dus gaat u de Schiedammers het komend jaar ook weer vreselijk blij mee maken? Nou, daar ga ik wel mijn best voor doen, ja. Maar je kunt nooit iedereen te vriend hebben, heb ik al gemerkt. Bij verschillende onderwerpen. Maar daar gaan wij gewoon ons best voor doen, ja. Wat wens u de Schiedammers toe het nieuwe jaar? Ik wens ze toe? Een mooi sportpark op de A4. Dat wens ik ze wel toe. Alleen dat heeft wat meer tijd nodig dan dat nieuwe jaar. Ik hoop heel erg dat het met de economie mee gaat zitten. Want dan zijn de Schiedammers de eerste die dat merken. Stabiele prijzen, weer meer werk voor mensen. Dat is heel belangrijk. Dus dat wens ik ze heel erg toe. Ja, en verder gewoon alle goeds wat je iedereen zou toewensen. Fijne kerstdag. Ja, hetzelfde voor u en voor jullie. Oké. Wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen?
Ja, laten ze het allemaal maar hebben. Vind je niet? Zeg allemaal de kerstgroeten. Vind je wel. Ja. Ben niet zo bekrompen. Nee, maar je gunt iedereen toch van alles? Ja, zeker. Ja, dus... Aan wie zou u in Schiedam iemand de kerstgroeten willen doen? Ja, doe maar aan mijn lieve moedertje. Hoe heet je lieve moedertje? Bianca. Waarom is het zo'n lieve moeder? Dat ze gewoon lief is. En na al die jaren die ze besteed in jou hebt met opvoeden, met alle ups en downs, is ze daarom extra lief? Nou. Ja, nee hoor, ze is heel lief, ja. We zijn een beetje aan het terugblikken ook op 2010, hè? Nou ja, er is van alles en nog wat hierbij, ver weg. Wat vond u van 2010? Ja. Een toppertje? Nee, niet echt. Nee. Maar wel een omhooggaande lijn. Ja, dat wel. 2009 was minder. Ja, okay. Ja. Nou, bent u met uw schoondochter aan het winkelen? Ja. Hoe gaat dat nou, als je met je schoondochter uitgaat? Ja, nou ja. Gezellig, joh. Ja. Altijd wel, toch? Is dat uw enige schoondochter? Ja, zat. Ja. Zat. Ik wilde niet meer. Is ze wel lief? Ze is hartstikke lief. Ja, heb ze, ja, dat is wel, ja. Lief, ja. Okay, ga je doen met de kerst? Met mijn schoonouders eten. En mag je dan meekoken of word je verrast? Nou, lekker gourmetten. Hoef ik niet veel te doen. En 2010, wat was het voor jou voor jaar? Het is zo voorbij gegaan. Echt... Maar goed jaar, slecht jaar, matig jaar? Ja, ups en downs, maar ja. Nou, we sluiten het goed af, ja. Dat wel. Ja. Okay. Ja. Maar jullie hebben in ieder geval leuke kerstdagen met je schoondochter. Met mijn schoondochter. En je zoon die is nu eventjes wat anders aan het doen? Die is op het kindje aan het passen. En die is nog jarig vandaag. Gefeliciteerd, wat leuk. Ja. Nou, kijk eens aan. Ja. Jullie weken kunnen niet meer kapot. Nee, we gaan het goed afsluiten. Okay. Fijne feestdag. Hetzelfde, hè? Dankjewel. Hey, dag. Who would you like to say Merry Christmas in Schiedam? Nobody. No one? You don't know anyone in Schiedam? Yes, we have, but... It's from our country. Okay, what? You're from well, which country? Bulgaria. Bulgaria. What is the word Christmas in Bulgarian? Vesela Koleda. Do you celebrate Christmas here in the same way as in Bulgaria? Yes, it's the same. Do you like Christmas? Yes. What is it about Christmas that everyone loves Christmas? Family. Do you have family here or in Bulgaria? In Bulgaria. Do you miss them? Yes. And how do you have contact? How do you write or do you phone? Internet. Internet? Yes. Every evening? Yes, every evening. And what do you tell your family in Bulgaria from the people in Holland or in Schiedam? Are they good people? Yes, it's very good, it's very kind. And everybody smile. Okay. That's great. Do you want to say for me a Merry Christmas in Bulgarian when you are looking into the camera? Merry Christmas, Bulgaria. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Goedemiddag. U heeft een kleindochter. Ja, pas. Sinds 3 weken. Dus ik sta hier naast een trotse oma. Inderdaad, dat klopt. Wat is er nou zo mooi aan om oma te worden? Nou, dat is eigenlijk leuker nog als moeder zijn, denk ik. Nou, als moeder zijn is ook leuk, maar met een kleindochter, dan ga je oppassen en dan kan je het ook weer lekker weer mee teruggeven als het gaat huilen. Ja, kijk, daar gaan we al nuanceren. Ja. Dat is wel waar. Mijn moeder zei altijd, als je je kleinkind hebt en je bent er alleen mee, is dat het een van de mooiste momenten van je leven. Dat denk ik ook. Het is echt super. Het is zo... Het is zo intens, het is zoiets moois, echt waar. Je weet niet wat je meemaakt. Is het een kind van uw zoon of van uw dochter? Van mijn dochter, ik heb 2 dochters. Ja. Dus u heeft uw eigen dochter. Zie je al overeenkomsten tussen uw dochter en het kleinkind? Ja, ik vind dat ze natuurlijk helemaal op mijn dochter lijkt, maar daar is mijn schoonzoon het niet helemaal mee eens natuurlijk. Nou, is het heel simpel, pak van allebei foto's van vroeger, dan denk je ja hoor, ze lijken op die. En dan pak je die andere foto's. Hebben we al gedaan joh. Maar... Hoe heet uw kleindochter? Sophie. Is dat een vernoeming? Nee, helemaal niet. Nee. Vind je dat erg? Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee. Is dat echt wel voorbij, dat vernoemen? Wat zeg je? Vroeger werd je vernoemd, hè, naar je opa of oma. Nee, dat is helemaal niks meer, nee joh. Gewoon leuk, hun eigen idee vind ik toch het leukste. Nou, vertel eventjes hoe Sofietje eruit ziet. Het is een prachtige baby met hele mooie ronde oogjes. Haartjes heb ze. En ze lacht natuurlijk nog niet, maar dat lijkt maar zo, zijn stuipjes. Ja.
En dan zou ik bijna vragen, is het het eerste kleinkind? Maar dat denk ik wel. Dat is mijn eerste kleindochter, ja. Ja. Nou, dan wens ik je in ieder geval met de kerst heel veel fijne momenten met je kleindochter toe. En geniet ervan. Ja, en jullie ook. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En fijne dagen. Fijne dagen, dag. Oké. Okay. Wie zou u in Schiedam de kerstgroeten willen doen? Iedereen die ik ken. Ja, maar ja, de vraag, noem er eens twee op. Nou, mijn moeder en mijn zussen. Ja, leuk. U staat voor de winkel. Betekent dat dat je niet mee wil naar binnen, dat er binnen gewinkeld wordt? Nee, ik ben alleenig. Oh, je bent even lekker op stap. Je staat even lekker te genieten van een sigaretje. Ook dat. Ja. Vindt u kerstdagen leuk? Bent u de man van de kerstboom en dat soort dingen? Of zeg je van, nou, voor mij zijn het gewoon een paar vrije dagen? Nou, het zijn wel vrije dagen, maar... Ja, toch wel leuk. We zijn ook een beetje aan de mensen aan het vragen wat ze van 2010 vonden in het algemeen. Wat vond u daarvan? Het ging. Ja. Klein zesje? Ja, zeven. Ja, toch? Dat toch nog wel. Ja. Maar ja, er wordt toch over het algemeen stenen been geklaagd, hè? Ja, maar dat hoort bij ons, geloof ik, hè? Ik bedoel, ze willen sneeuw. Nou, heb je sneeuw en dan is het ook weer niet goed. Ja. En dan hebben we heel het jaar de tijd om strozout te verzamelen. En dan is het nog te kort. En dan is het twee dagen sneeuw en dan is het op. Ja, dan is het. Maar u zegt gewoon doorgaan, niet zeuren. En, Volgend jaar gaat het misschien weer beter, joh. Ik wens je heel fijne kerstdagen. Ja, u ook. Dank u wel. Dag.